Wij vragen niet naar zaken die onmogelijk zijn. Het is ons verworven recht dat wij deze eisen stellen. Woorden van Rivelino Eijk, woordvoerder van de Surinaamse Politiebond, vandaag tijdens een algemene ledenvergadering van de Politiebond voor het kabinet van de president. Eijk vertelde dat de leden van de bond erop hebben gestaan dat de president hen zou ontvangen. Dus we hebben expliciet gevraagd dat wij ook met de president hierover willen praten. Trouwens, de leden hebben dat ook gevraagd. Men had ons gevraagd daar om de leden te vragen om zich terug te trekken naar het politieopleidingscentrum, terwijl wij dus hier zouden vergaderen. Wij hebben dat geweigerd. We hebben gezegd nee. De leden die blijven hier totdat wij antwoord hebben vandaag op datgene wat wij hebben gevraagd. Ik zeg dat de politiebond niet in staking is. Hetgeen de samenleving vandaag heeft waargenomen, is volgens de politiewoordvoerder slechts een signaal naar de regering om aandacht te krijgen voor hetgeen de bond al jaren vraagt. De vergadering, de ALV, heeft zich naar hier verplaatst. Ja, waarbij wij dus, waarom we dit hebben gedaan? Wij hebben meermalen ALV's gehouden, waarbij er moties zijn ingediend, waarbij de wensen en de grieven van de leden zijn neergepend. En die zijn ingediend bij de minister van Justitie en Politie. We hebben echter nooit antwoord gehad daarop. Dus vandaar is dat de leden hebben gezegd van luister, dan gaan we naar daar. En dan krijgen we dan rechtstreeks, terwijl we die vergadering hier hebben, dan krijgen we dan rechtstreeks antwoord van de minister of van de president of de vicepresident. Dus vandaar dat we hier zijn. En aan de hand van het resultaat zullen we dus verdere stappen bepalen. Maar dus, tot op dit moment zijn we nog niet in actie. Dit is de vergadering die gaande is. Ja, wij hopen natuurlijk ook dat alles goed verloopt. Omdat het, kijk, wij vragen geen dingen die niet mogelijk zijn. Het is ons recht, verworven rechten die wij hebben. Dat vragen wij en wij kennen onze verantwoordelijkheid. Dus wij hopen dat die regering natuurlijk inziet dat ze op een gegeven moment wel zullen moeten toekennen onze rechten. Zodat wij deze situatie natuurlijk ook kunnen opheffen. Omdat een heleboel mensen ook hebben gesuggereerd dat wij hier bezig zijn met politieke issues. De politiebond is niet bezig met politiek. Dat is puur een belangenstrijd waarmee we bezig zijn. En wij komen op voor de belangen van onze leden. Een regeringsdelegatie voerde na 12 uur een gesprek met vertegenwoordigers van de bond over hun wensenpakket. Ik zeg dat de politie ook haar werk wil hervatten en wil overgaan tot de orde van de dag. De actie had ermee te maken dat zij duidelijk wilden maken dat zij de huidige situatie niet langer aankunnen.